Imagine. Ready to create Utopia. Nou, in mijn roots betekent een culturele erfenis, waarvan de positieve kanten ervan gewaarborgd moeten worden en de negatieve kanten ervan moeten worden naar positiviteit overgezet. Misschien wil je nog iets toe. Ik denk dat het duidelijk genoeg is wat het voor mij betekent. Dus, Wil je daar in je huidige leven ook dagelijks mee bezig? Ik denk dat iedereen mee dagelijks mee bezig is. Bewust of onbewust. Mm-hmm. Je hebt iets meegekregen van thuis, dat is even noemen, dus een kleins af aan. Ja. En dat draag je over aan je kinderen, je kleinkinderen, neem ik aan dat zij het weer overdragen aan hun kinderen en dergelijke. En de positieve kanten van wat je krijgt, dat buit je uit. Dat is persoonlijk positief. Iets wat helemaal uitsteekt als positief, van, dat heb ik echt meegekregen, dat wil ik doorgeven aan mijn kinderen. Geweten bijvoorbeeld. Dat je weet wat goed en wat niet goed is. En dat je ook aan de hand daarvan je reacties neemt of je besluiten neemt in wat je wilt doen in je verdere leven. Oela? Ja, ben ik. Ik kan weer een tweede keer. Mijn roots is dat wie mijn voorouders waren, mijn ouders, ik en wie mijn kinderen zullen worden. Roots zijn werkelijk je wortels waar je bent, wie je bent en wat je met je meedraagt. En wat met je meedraagt. Mooi. Kun je toelichten? Ten eerste, ik denk dat jullie allemaal denken dat ik een Hollandse ben ik niet. Ik kom uit Finland rechtstreeks, uit de Noordpool. En we hebben... voor ons, familie is heel belangrijk, ouders. En echt, we zijn echt patrioten. En wij kunnen elke dag de grondzone waar we geboren zijn en, wat, en elke boom waarderen en alles waarderen wat onze voorouders hebben geplant. En, Waar kom je vandaan? Heb je er geen idee van waar het komt? Dat jullie zo bewust... Ik denk een van de weinige blanke volkeren die slaven zijn geweest van een andere. We zijn kolonie geweest van Rusland en van Zweden. Dus de Finse vrouwen werden meegevloot, niet in een boot, maar in een trein. En de mannen ook mee naar de Russische mijnen en daar afgemaakt en ook naar Zweden. De Zweedse kwamen naar Finland en wij moesten... Ging een zieke Finse boer naar de dokter, maar die spreekt dan natuurlijk geen Zweeds, maar mochten niet naar school om dat te leren. Okay. Dan heb je alleen wat nodig, maar dat kan niet, want de dokter verlaagt zich niet om Fins te praten met je. Dan blijf je maar ziek. Ja. Dus en vandaag de dag, we zijn onafhankelijk, we praten echt alleen maar Fins. En dan op school zijn we nog verplicht om Zweeds te leren, maar zolang we stoppen ook gelijk. Geen Russisch, niks. We zijn echt patriot. Ja. Ik heb gezien wat ik heb gedaan. Ja, echt. Ja. En dat was mijn eerste vraag toen ik in Nederland was. Ik dacht, waarom praten jullie Nederlands? Ik zie Surinaamse moeders en Indonesische moeders Nederlands tegen hun kinderen praten. Ik kon het gewoon niet begrijpen. Ik praat altijd Fins thuis met mijn kinderen. Ik ben getrouwd met een Afrikaanse man, Hanko, Sierra Leone is die geboren. En hij spreekt Mandingo, ik spreek Fins, buitenshuis Nederlands en onderling Creool. En dan, dat is wat jullie zeggen. Dat tweetalig, dat vind ik, oké, ieder zijn eigen... Ik kan niet zeggen dat je minder moeilijk hebt omdat je twee talen hebt, maar we hebben ook meerdere talen. Ja. Maar ik blijf gewoon altijd Fins praten, want sommige mensen vragen, versta je kinderen je wel? Ik zeg, wat moet je dan daarop zeggen eigenlijk? Laat maar. Maar goed, dat is mijn verhaal eigenlijk. En dat zijn ook de roots van mijn kinderen. Ze zijn net zoveel Afrikaans als Fins ook. En wij eten allebei eten. We zingen allebei liedjes. Ja, maar dat bedoel ik nou. Dat is het. Maar de meneer achter die vroeg of aan mij toch over het twee
gemengde, ja, is ook waar je voor staat, hè? Want het is toch mogelijk, als je als ouder toch heel bewust dat je samen staat. Samen staat de kind, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat jullie samen staan. Het is heel belangrijk en ik merk wel om me heen van dat sommige, ik kan niet zeggen vrouwen of mannen die een gemengde huwelijk hebben, dat de ander vaak zegt van oké, mijn taal is mij belangrijker dan die van jou. Dat zie ik heel veel gebeuren en ik heb dat gelukkig niet. Want ik heb altijd, mijn man spreekt ook heel goed Fins hoor, tegenwoordig, daar niet van. Ja, dat ik zeg, al is het van me houdt, als je van me houdt, moet je... Ja. Als je van me houdt, moet je mijn taal ook leren en dan, de taal is je echt alles. En kinderen leren wij, ja, ze zijn van alles, ze groeien op in de Nederlandse samenleving. Maar je moet gewoon als eerste jezelf accepteren. Ja. Daar gaat het om. En de rest komt vanzelf. Ja. En later in je leven zullen er mensen komen die mensen tegenkomen die zeggen, oké, ik vind je lief. Ja. Weet je wel, ik mag je heel graag. Ja. En dat komt vanzelf dan wel. Maar je moet eerst tevreden hebben met jezelf. Ja. Knowing my roots is knowing me. Knowing my past, knowing my today, knowing what to learn, leave behind, change, leave behind, change the future of my children, family, future to come. Oh nee, dat nog. Het is zo erbij, kijk, ik ben helemaal ja, eigenlijk komt het gewoon op naar wat zij net gezegd heeft. Hè? Mezelf kennen. Om mijn roots te kennen, moet ik mezelf kennen. Als ik mezelf ken, weet ik waar ik vandaan kom. Dan weet ik wie ik ben. En dat betekent dat ik van mijn verleden heb geleerd, weet wat mijn verleden is geweest. Waar ik vandaag sta. En wat ik daarvan geleerd heb en door wil geven aan... aan mij, aan ik, aan mijn kinderen, aan de familie en in de toekomst. Heeft dat een zoektocht vereist of is dat iets wat heel diep altijd heeft gezeten van soms sta je en je, waarom loop ik zo, waarom sta je? Maar je staat en gaandeweg kom je daarachter. Nou, ik, dat betreft ben ik wel heel erg mezelf hoor. Ik ben ook heel erg koppig. Dus toen ik heel in het begin... deze dame hoorde praten, moest ik ook aan mezelf denken van, je kan me vertellen wat je wil, maar ik ga het wel onderzoeken en ondertussen ga ik wel door met mijn eigen ding. Ja. Weet je, dus eerst ik. Want waarom ben ik geschapen? Dus eerst ik. Ja. En dan komt de rest. Ja, zelfs mijn kinderen. Eerst ik, want als ik er niet was, zouden zij er ook niet zijn. Dus in dat opzicht, ja. En ja. Misschien moet ik erbij zeggen dat ik heel blij ben dat ik vandaag gekomen ben, een hoop geleerd. En toch wel ook dingen, de lijn die ik steeds vasthoud, die is hier duidelijk naar voren gekomen. Dus no one on earth can tell me. Weet je wel, zet gewoon doorzetten. Echt, het gaat echt om jezelf, de persoon die je bent. En dan al het andere, als je dit geaccepteerd hebt, dan ga je uit vliegen en... al het andere doen. En dan connect je met de anderen. Ja. En er is maar één mens. Dat zijn wij. Dat is wel iets wat ik hier meeneem vandaag. Want ik kon wel eens woest worden op witte mensen. Heel erg woest. Nee, echt woest. Nee, we lachen. Nee, we lachen. Mag ik inhaken?